Welkom back everybody, welkom terug op het kanaal van UG Stories en vandaag weer een nieuwe gameplay. Ik speelde nou een keer met Orbital, Hondje Swarm, zal de laatste keer zijn. Speelde gewoon een potje, ik had 67 nog wat. De eerste ronde ging niet goed, maar de tweede ronde laat toch wel een beetje zien wat die klassers kunnen. Ik weet, ik ga nog wel voor de 100 en zo. Maar ik heb de laatste tijd gewoon echt super weinig gespeeld, zeker op elkaar 2 weken. En ik moet gewoon echt iets veel meer gaan spelen. Ik merkte wel, vandaag was de lobby's wel iets minder qua mensen misschien, ik weet niet. Ik speelde wel met de PDW. Sommige mensen zaten van een ander wapen. Ik doe nou een keer PDW dan Peacekeeper. Ik denk, weet je wat, dan doen we PDW even. Want die heb ik net een suppressor op. Dus ik heb er alleen een suppressor op. Ik heb een snelle camo opgedaan. Ik weet niet welke camo het is. Maar volgens mij had ik alleen de suppressor pas geunlocked. Dus ja, en ik heb natuurlijk weer C4. En C4 is echt super handig. Want ik gebruik ook Scavenger. Dus elke keer als ik Scavenger pakketje oppakt, heb ik weer een C4. Daarbij gebruik ik nou ook Engineer, Dexterity, Scavenger wat ik al zei, Ghost en Hardline. Hardline gewoon om eigenlijk gewoon je scorestreaks eerder te krijgen. Ghost om de hele tijd te blijven rondrennen, sta je sowieso niet op de map. Dexterity is gewoon voor het feit, al zouden ze, dat je op mij schieten volgens mij is dat, dan is het voor mij makkelijker om terug te schieten, tenminste minder recoil volgens mij, zoiets dat was. Ik weet niet precies, maar het is super handig, Dexterity. Ik weet nou eigenlijk niet precies meer wat het is. En Engineer heb ik nou ook opgezet. Ik word zo vaak door dingen gekild als een bouncing bed, die electroshocks die ik niet zie staan en weet ik niet. Ik denk, weet je wat, doe ik Engineer, doe ik mijn secondary gewoon weg en dan gaan we daar gewoon mee spelen. Ik hoop natuurlijk dat je niet weer denkt van weer meltdown. Ja, morgen zal je wel een andere gameplay zien. Morgen krijg jij een live commentary, een challenge op Black Ops 2. En die challenge zal zijn 65 kills maken live. Dus een commentary. Waarbij ik niet hoger dan een Warlock mag. Dus dat betekent geen hondjes, geen swarm, geen vital, geen loodstar. En dan moet ik 65 plus kills halen. Na 65? Nou, is dat mogelijk? Is dat haalbaar? Het is wel haalbaar. We gaan, 65 of 60. Ik zeg het precies morgen. Het zal 60, 65 zijn. Ik denk dat ik Stealth op Orbital Escadron ga spelen in die richting. Om het een beetje in de hand te houden. Misschien ga ik ook wel mijn kleine killstreaks spelen. Ik ga niet met UV Counter via Orbital. Dat is, dan moet je echt een goed potje hebben als je er 60 wil hebben. Dat kan je morgen zien. Een live commentary. Die ga ik ook natuurlijk. Ik moet hem nog opnemen. Dus we moeten nog even afwachten wat dat gaat worden. Ik ga ook nog morgen op Gameportaal uploaden. Weer een vid van mij. Dus kijk daar ook even. Vandaag trouwens ook een vid op Gameportaal. Een beetje een anders dan jullie gewend zijn misschien. Komt direct rond. Maar als ik hem al één heb gesproken. En nu dit. Dan, wanneer deze vid al online is, staat die ook online op Gameportaal. Check die vid ook even uit. Heb ik een commentary gemaakt. Duurt maar 5 minuutjes. Kleine commentary. Iets speciaals, want normaal is het de uploaddag van Jaraski, oftewel Jan. En hij zit midden in de tentamenweek. En hij vroeg aan mij of ik dan eigenlijk een commentary kon maken op Gameportaal. Want die moet wel een beetje elke dag upgeload worden om het bij te houden, Gameportaal. Want wij willen wel met Gameportaal een goede start hebben en blijven doorzetten. Daarom heb ik voor Jan gezegd, dat kan ik wel. Die staat nou al online. Die heb ik ongeveer rond 5 uur, 4:15 is die al online. Kijk die gewoon ook even. Iets speciaals gedaan. Je moet het gewoon even zien. Dan weet je wat speciaal is. Ik heb er een beetje iets van Jan-effecten in laten komen. Je ziet vanzelf wel als je aan het spelen bent wat het is. En ik hoop gewoon dat jullie dat meemaken natuurlijk. Wat ik ook nog meer wil weten is natuurlijk. Wat willen jullie nog meer zien van mij? Wil je, wat voor gameplay wil je zien? Laat het gewoon even weten. Wil je Black Ops 1, hoorde ik ook. Laat het gewoon weten. En dan weet ik dat ook gewoon trouwens. Hier was trouwens een host migration. Dus die slaan we even niet over. Ik denk, weet je wat, die laten we er gewoon lekker in staan. Dan kan ik gewoon over een aantal dingen praten. Dus wat wil je gewoon hebben? Wil je dat ik bijvoorbeeld meer challenges ga doen? Bijvoorbeeld een serie, weet ik veel. Als jij met een goede serie komt die nog niet door een YouTuber is gedaan. Want ik wil niet een serie van iemand anders doen. Net als Paul heeft Moab maandag. En Arjen heeft Sniper Sunday. Is het volgens mij een Shotgun Saturday? Zoiets. Of net andersom, Saturday, Sunday. Zaterdag doet hij altijd shotgun. Zondag doet hij altijd sniperen. Dus dat was het volgens mij. En Fish heeft natuurlijk met zijn eigen swarm halen. Dus verzin iets. Moet ik een serie doen, weet ik veel wat.
zeg het gewoon wat voor serie ik moet gaan doen. Misschien ga ik dat doen. Ik heb wel iets in gedachten. Moet even kijken of het gaat doen natuurlijk. Maar ik wil wel weer een series op gaan starten natuurlijk. Ik wil misschien ook weer een free-for-all snipe play gaan doen. Dus ja, eigenlijk facecam, facecam. Dus dan wordt het FFFA. Facecam, free-for-all. Ja, even een doordenkertje. En dan met de sniper natuurlijk. En dan zal ik gewoon de normale sniper pakken. Ik weet niet welke. Ik weet niet. De ballista zal ik niet pakken, denk ik. Ik denk dat ik gewoon de normale DSR 50 of zo pak. Zo in die richting. Maar ja, ik speel hier trouwens ook met twee teammaten. Het was UG X Sirius. En ik speelde ook, als je het hier... Semilu 51. Ik dacht 81, maar 51. Speelde ik mij twee mensen, maar eentje zat de sniper. Die was voor zijn longshots bezig. En voor zijn, ja, voor zijn longshots om hem diamond te krijgen en zo. Dus dat is ook super chill dat hij ja, dat ook gedaan heeft. Max, die was ook wel een beetje met Bloodthirsty bezig, volgens mij, dat ik dacht. Dat is UGX Mysterious, UGX Serious. En ja, ik hoop natuurlijk dat jullie nog steeds reacties en likes geven natuurlijk. Ik ben super dankbaar. Gisteren alweer 200 likes volgens mij. Echt super dankbaar voor echt 160 reacties of zo in die richting dat ik toen straks zag voordat ik hem in ging spreken. Echt super, super bedankt iedereen die ja, likes en comments geeft. Je weet het, ik geef ongeveer op 95% antwoord. En ja, dat is toch natuurlijk ook leuk voor jullie. Dan zie je ook iets dat ik het sowieso al gelezen heb, want dat weet je dan sowieso zeker 100%. Ja, waar ik het ook over wil hebben, PlayStation 3. Ik heb nou een PlayStation 3 en wauw, wat een ontvangst heb ik op de PlayStation 3. Dit is, ja, het is nog, het lijkt wel of PlayStation 3 nog no liver is dan de Xbox. Want ja, ik kreeg gewoon de eerste dag, had ik al gezegd, 130 messages. Kom ik een dag later online, stonden er weer 100 messages. Het is gewoon ongelooflijk. Ik heb nog zoveel friend requests openstaan, dat is ook al niet te geloven. Veel mensen vragen op YouTube, ja, kan je een vriend van me worden? Maar ja, kijk, er willen heel veel vrienden, of heel veel op de PS3 willen vrienden met mij zijn. En ja, oké, dat kan niet allemaal. En daarom zal ik bij de PlayStation 3, ik zal het ook aangeven, hetzelfde systeem als bij de Xbox handhaven. Ik zal met een select groepje altijd spelen. Dus Arjen en Jeraski en Zobli en Kevin, weet ik het allemaal niet. Die blijven natuurlijk in mijn vriendenlijst. En Cannibal Island en weet ik het allemaal niet. Die blijven gewoon altijd in mijn vriendenlijst. En ja, die andere subs, die moet het eigenlijk een beetje. Misschien speel ik wel vaak met je. Dan kan je er ook in komen. Of af en toe speel ik een keer met je. Maar ja, ik ga het wel een beetje wisselen. Om het ja, voor iedereen een beetje leuk te maken. Dat hij ook met mij kan spelen. En ik denk dat dat ook wel leuk is voor iedereen. Om dat ja, een beetje te hebben. Dus als jij een keer misschien niet meer in mijn vriendenlijst staat. Dan kan het omdat ik dan gewoon bezig was. Om ja, eigenlijk gewoon voor... ja, om met die andere mensen ook te spelen, weet je. Dus daarom heb ik misschien af en toe ja, mensen gekickt om hun even als friend te accepten. Om het makkelijker te maken, inviten en weet ik het allemaal niet als we aan het spelen zijn. Dus heb begrippen voor als je uit mijn vriendenlijst wordt gezet. Dan zal meestal, je zal uit mijn vriendenlijst worden gezet. Of als je heel lang offline bent. Of als ik echt super lang bijvoorbeeld niks van je gehoord heb. Of ik heb niks naar jou toegebracht. Er zijn eigenlijk drie dingen die allemaal bij elkaar vallen. Als dat een beetje gebeurt, ja, dan... dan is dat wel zo. Maar hier zie je ook, ik speelde weer eens met Swarm en hondjes. En het is eigenlijk gewoon niet leuk. Ik upload het nou 2 dagen op een rij. En ik vind eigenlijk de gameplay ja, niet leuk om naar te kijken. Eigenlijk ben ik eerlijk in. Maar ik laat hem gewoon zien dat het gewoon... Sommige mensen, ja, je kan het misschien niet halen. Of weet ik het. Natuurlijk, ik kan dit wel halen. Maar ja, ik vind het zonde. Ik vind het gewoon zonde dat ja, eigenlijk de game misschien een klein beetje verpest wordt door de... scorestreaks, omdat ze te hoog zijn. De boven de Warlock vind ik eigenlijk... ze zijn te goed. Ze zijn te goed voor de game. De teammaten kunnen bijna geen kills meer maken. En ja, dat is ook natuurlijk zonde. Als je een telefoon hoort, sorry daarvoor. Ik zal hem even uitzetten. Even wachten, even een momentje. Nou, de telefoon blijft nog overgaan. Dus sorry daarvoor overigens. Als je dat hoort in de achtergrond... we hebben een mooi deuntje. Nee, dit is bedrijfstelefoon. En ja, die hebben wij binnen natuurlijk ook gewoon nodig. Ik hoop dat jullie niet erg aan irriteren, want de gameplay is alweer over. We winnen 297, 67, 9. En ik zeg gewoon tegen iedereen die deze kijkt, geef een like, een reactie. Geef gewoon iets. En daar ben ik super dankbaar voor. Het geluid is nou uit trouwens. En ja, ik zeg gewoon tegen iedereen die dit gekeken heeft. See you later, everybody.